Nieuws, vrouw, 19, door twee jongens van 16 verkracht bij station Eindhoven. Een 19-jarige vrouw is op 23 september bij het treinstation in Eindhoven verkracht door twee 16-jarige jongens. Dat maakte de politie vandaag bekend. De uit Eindhoven afkomstige jongens zijn deze week aangehouden. Op zaterdagochtend 23 september tussen 600 en 6:30 liep de vrouw van het centrum naar het station. Onderweg werd ze aangesproken door twee jongens die haar lastig begonnen te vallen. Ter hoogte van de calamiteitentrap bij de fietsenstalling zou de vrouw vervolgens zijn verkracht. De daders gingen er daarna vandoor. Camerabeelden door middel van onder andere camerabeelden konden de daders worden opgespoord. Een agent herkende een van de jongens. De eerste verdachte kon daarom dinsdag worden opgepakt, de tweede volgde vandaag. Beide jongens zitten vast voor onderzoek.